week NK Sprint in Groningen. Hoe kijk je er naar uit? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb er hartstikke veel zin in en het is een mooi toernooi. Afgelopen zaterdag reden wij een trainingswedstrijd in Kardingen. En daar heb ik een baanrecord gereden op de 1000 meter. Dus dat geeft een goed gevoel voor volgende week. Ja, mijn 1000 meter verliep ook goed. Gaat steeds een beetje beter. Dus ik heb zin in volgende week. Met een goed gevoel gaan we naar volgende week. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om afgelopen weekend alvast naar Groningen te gaan? Dit met het vooruitzicht op het ijs in Groningen. We wouden gewoon eventjes kijken hoe het gevoel daar was met het ijs. En dat hebben we gevoeld. Zijn de verschillen groot van het ijs in Kardingen ten opzichte van hier in Tialf? Hier in Tialf ligt natuurlijk altijd best goed ijs. En het is altijd snel ijs. Vooral nu in zo'n week voor NK Round wat hier nu ligt. En Kardingen zat wel wat anders, maar lag best wel een goede ijsvloer.